Een nieuwe geldschieter, een nieuwe naam en een nieuwe opzet voor de enige Zeeuwse profwielerwedstrijd. Grootste verandering, de Ronde van Zeeland Seaports is een eendaagse wedstrijd. We merken dat bij sponsoren men toch eigenlijk meer de voorkeur geeft aan een eendaagse waar men geconcentreerde gasten kan ontvangen. Ook organisatorisch. Nu financieel is het een hele opgave om een driedaagse te houden. En nu we de kans zien om een eendaagse van behoorlijk hoog niveau te gaan ontwikkelen, hebben we besloten dat de komende jaren te doen. Het contract met de nieuwe hoofdsponsor is voor 4 jaar. De profronde van Zeeland heeft een rijke historie. Wij vinden het belangrijk dat zo'n evenement behouden blijft voor de Zeeuwse provincie. Wij vinden het eerlijk gezegd ook erg leuk natuurlijk om onze naam aan zo'n belangrijk evenement te kunnen verbinden. De wedstrijd wordt voor het eerst verreden op zaterdag 9 juni volgend jaar. Het parcours staat nog niet vast. Wel is zeker dat er door het havengebied gereden gaat worden. En dat voor de eerste editie gestart wordt in Middelburg en gefinished in Goes. Nou, het parcours van de wedstrijd die zal in die zin bijzonder zijn dat we het ene jaar die eendaagse in midden Noord-Zeeland gaan houden. En het andere jaar in Zeeuws-Vlaanderen. En we zullen in de komende jaren ook 1 of 2 keer gebruik maken van de Westerscheldetunnel. Lutijn wil na de editie van 2012 zijn voorzittershamer over gaan geven aan een opvolger. En hij heeft nog een wens wat betreft de status van de wedstrijd. Dat is dat we in Nederland na de Amstel Gold Race de bekendste eendagsklassieker toch zijn. Met ook het beste veld van wielrenners. De organisatie hoopt dat de helft van het deelnemersveld zal bestaan uit profploegen uit de hoogste categorie, de World Tour. Of de bekendste Zeeuwse wielrenner, Johnny Hogerland uit Ierseke, daarbij zal zijn, is de vraag. Hij wil wel... Ja, het is een hele mooie wedstrijd en je kunt je natuurlijk altijd motiveren als Zeeuw in een wedstrijd die door je achtertuin gereden wordt. En dan kan ik dat zeker. Alleen ja, het is een beetje een ongelukkige datum. Want Hogerland hoopt dat hij op 9 juni 2012 niet in Zeeland is voor de eerste ronde van Zeeland Seaports. Maar in de ronde van Zwitserland of de Dauphiné Libéré als voorbereiding op de Tour de France.